Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Vanmiddag een keer geen showtime, maar vanmiddag ga ik gezellig aan de knutsel. Er waren nog niet ontzettend veel nieuwe dingen binnen. Wel het mooie nieuwe papier van Asuko Studio en een nieuwe Dutch Doobadoo collectie. En toen dacht ik van weet je wat, we maken er gewoon een gezellige knutselmiddag van. Ik laat jullie het papier even zien en we gaan gewoon gelijk met de Dutch Doobadoo-mal ook aan de slag. Dus het wordt gewoon een leuk knutseluurtje. Ik wacht even totdat jullie mij ook een beetje gevonden hebben. Dan laat ik het zo op papier eventjes zien en dan gaan we dan bezig. Ik heb een klein beetje voorbereid, niet ontzettend veel. Dus we gaan vanmiddag gewoon weer zien hoe ver we komen en wat het gaat worden. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. Dat jullie het weer leuk vinden dat we weer live zijn. Eventjes een beetje thee drinken en even wachten totdat jullie er zijn. Nou, de eerste zijn er allemaal alweer. Gezellig, superleuk. Nou, ondertussen hebben we meestal wel een vast groepje met kijkers ook op de dinsdag. Vanavond is Corine Rijngoud ook nog weer live bij Studio Light en die gaat ook weer met nieuwe producten aan de slag. Morgen hebben wij nog weer een live demo dag met 3 verschillende lives bij ons. Donderdag is er nog weer een live uitzending bij JMA. Even kijken, dan hebben we vrijdag dacht ik nog weer een live en dan zaterdag nog weer 3. Oh nee, zaterdag 4. Dus komende week is er nog weer van alles te doen. Nou, het merk Asuka Studio heeft ontzettend mooi papier. En ik heb het paperpad van 10 bij 10 of 15 bij 15 heb ik hier niet bij me. Maar die is ook leverbaar op 15 bij 15. Hij is leverbaar op 30,5 bij 30,5 en op slimline formaat. Vanavond nog een live. Ja, in de groep van Studio Light is dat. Dat is elke dinsdagavond. Nou, het papier zit er allemaal 2 keer in. En even kijken. Moet ik even kijken of ik het goede stapeltje nou heb. Of dat ik hier het uitgeknipte stapeltje heb. Ik ga even het grote papier laten zien, want ik had... Nou, niet moeilijk doen. Dit is nummertje 1. Daar gaan we vanmiddag ook mee aan de slag. Echt prachtig papier. Met aan de achterkant een mooi groen breiwerkje. Het papier zit er dus allemaal 2 keer in. Er zit een velletje bij met knipplaten. En aan de achterkant mooie houtstructuur. Er zit een velletje in met hele mooie blauwe en roze rozen. Met een ja, jute achtergrondje. Er zit een velletje in met prachtige bloemen weer met mooi roze. En aan de achterkant ook wat script weer. Een hele mooie roze met roosjes en een breiwerkje aan de achterkant. Even kijken. En dan zit er nog een setje bij met van die leuke kaartjes. Die kun je ook weer overal op gebruiken. En er zit aan de achterkant een mooi geel breipatroontje. Nou, en de rest kunnen jullie zien. Dat is aangesneden. Dat heb ik al gebruikt. Dus... dat is deze collectie. Dit is het grote paperpad. En daar heb ik dus mee gewerkt. En hij is ook verkrijgbaar op slimline formaat. In het slimline formaat zit alles 3 keer in. En daarin zitten weer wat andere velletjes. Kijk, ook een hele leuke met die schoenen. En een brilletje. Je moet hem wel op de goede kant doen. Aan de achterkant ook weer dat mooie breiwerkje. Dan zit daarbij een hele mooie
met bloemetjes. En ook weer het gele breiwerkje aan de achterkant. Er zit een velletje bij met allemaal leuke teksten. Aan de achterkant weer andere teksten. Dus je kunt kiezen welke teksten je wilt gebruiken. Dan zit deze er nog bij. Met heel mooi een blauw patroontje. Een setje met leuke tapjes om uit te knippen. Met een prachtige, je doet er een bloemetje op, een tekst erop en je hebt al gewoon een creatie klaar. Mooie kleine vlindertjes. En onze groene houtstructuur. Dan hebben we de een met allemaal van die hele kleine vakjes. En aan de andere kant een wit breipatroontje. En deze, kijk, die is toch ook weer prachtig. Met aan de achterkant deze. Nou, daar weet je ook gewoon niet welke kant je moet kiezen. Die zijn beide even mooi. Nou, wie weet, als ik nou met die andere creatie flink doorwerk, dat we nog een slimline erbij kunnen maken. Maar ik vrees ervoor, want zoals gewoonlijk heb ik weer een creatie uitgedacht die eigenlijk vrij groot is. Nou, er zit ook een setje bij met ephemera's. Dat zijn dus van die die-cut quotes. En is bijvoorbeeld focus on the good. Een good morning. Roosjes. Parfumflesje. Boekjes. Make-up. Happy thoughts. De spiegel. Happy moments. Dus dit zijn allemaal leuke elementjes om er weer bij te gaan plakken. Ja, het papier is echt heel erg mooi. Een keer weer wat anders. En er zit een setje bij met journaling cards. Ja, als je geluid niet goed is, gewoon even opnieuw opstarten. Dat ligt aan Facebook. De meesten hebben geluid wel goed, dus even opnieuw ons op gaan zoeken. Nou, er zitten kaartjes in. Die zitten er allemaal 4 keer in. Of 5 keer zelfs. En die kan je er dus los op gebruiken. Kan je zelf kiezen welke kant je wilt gaan gebruiken. Focus on the good. Of je doet er een leuke tekst op. Happy moments. Of je gaat deze pakken en je stempelt hier bijvoorbeeld zelf iets op. En think happy thoughts. Met aan de achterkant. Dit is ook leuk voor cadeaulabeltjes kun je ervan maken. Het kan van alles. Ja, dan weet ik het ook niet als je opnieuw hebt opgestart. Misschien per ongeluk het geluid van de iPad of iets dergelijks uitgedaan. Misschien is dat ook nog de boosdoener. Je kunt zeker later terugkijken, maar ik heb alleen nog maar het papier laten zien. Dus ik ga nu nog beginnen met het maken van mijn creatie. Nou, van Dutch Doobadoo hebben we ook nieuwe malletjes binnen. En ik wilde dus met deze mal een kaart gaan maken. En ik heb alvast even uitgesneden. Het is een... De basis is de ivory van... Vasen Creative, die kleur. Die vind ik er heel mooi bij pas. Nou, het gat heb ik er ook alvast uitgehaald. Want ik wil er een shaker van gaan maken. Nou, ik heb wat papier. Ik heb papier. Even mijn stukjes voor de voorkant gaan verzamelen. Even kijken, ik moet een shakerbakje hebben. Als het goed is, had ik die. Ook nog. Oh, die heb ik hier al liggen. Ik had er 2. Nou, dat gat heb ik ook alvast even uitgeknipt. Maar ik moet hem nog wel voorzien van gesso. En wat ik wilde gaan doen is eigenlijk een
Ik wilde een houtstructuurtje erbij. En daar heb ik gewoon een willekeurig paperpad voor gepakt. Ik wilde het net ietsjes stoerder gaan maken. Dus ik ga er kleine stukjes hout nog weer achter doen. En dan kun je wel zeggen van er zat toch groen hout in dit setje. Maar ik vond dat donkerbruine vond ik gewoon net even wat mooier worden. Nu wilde ik alleen precies in het midden wil ik hier een tekst gaan stempelen. En dan moet ik even kijken, dat is... Ik wilde even kijken van die Bible journaling. Wilde ik er eentje op en ik wil deze gaan doen. En de teksten, ja, dat kan je natuurlijk helemaal zelf kiezen welke tekst jij erop wilt. Wil jij geen Bible journaling, dan doe je gewoon je eigen tekst op. Die ga ik eerst hier opmaken. Even kijken, een anti-static doekje heb ik ook nodig. Want ik wilde even met embossingpoeder gaan werken, met witte embossingpoeder. En die moet ik er even bij pakken. Nou, dat is ook niet handig. Mijn inktkussentje is eraf. Dat is me nog niet eerder gebeurd. Maar gelukkig heb ik er nog geen liggen. Nou, dat kan dus blijkbaar ook nog dat los gaat laten. Dan pakken we er even witte embossingpoeder bij. Even een blaadje hebben om het op te vangen. Welke blister past hierin? Ik doe er de blister van Studio Lighter in, de kleine ronde. Nou, de tekst moet dus even smelten en dan zie je dus straks vanzelf als die mooi wit wordt, dan is die goed gesmolten. Dat is dat gedeelte alweer. De embossingpoeder weer terug doen in het pakje. Stempeltje terug, want die hebben we nu op het moment ook even niet meer nodig. Ja, ik maakte gewoon weer een echt een knutselmiddagje van. Want ik weet dus gewoon echt niet wat ik allemaal wil gaan maken. Deze moet in ieder geval hier achter komen. En die ga ik met tape even vastmaken. Dan ga ik er straks eerst het shaker materiaal in doen. Nou, voor het shaker materiaal ook eventjes met anti-static doekje er doorheen. Wat is de tekst? Be still and know that I am God. Dat is Psalm 46 vers 10. Dan kan ik de kaart naar iemand bij ons van de kerk sturen. Nou ja, en anders, ja, je kunt het iedereen sturen. Het is, of je kan het voor jezelf, voor Bible journaling gebruiken. Zo. Wat ik dan even doe, is een klein stukje laat ik weer vrij. Dus, even kijken.
Dit gedeelte ga ik nog eventjes niet vastplakken. Dan ga ik even zorgen dat deze in het midden komt. Oké, dan zit dit in ieder geval al vast. Dan kunnen we daar een beetje shaker materiaal in gaan doen. Even kijken, wat heb ik? Nu heb ik mijn kleine bakje hier niet meer, dus dat is niet genoeg. Ik ga eens even kijken. Ik heb wel van alles verzameld. En dan moet ik even kijken qua kleur wat het mooiste is. Dit kan er wel heel erg mooi in. Even kijken. Ik had een klein bakje meegenomen. Maar waar ben jij gebleven? Hij is Poetsie. Dan doe ik het hier wel even in. Een beetje van die pruttel. Nou, dit kleurtje past er ook wel bij. Dus een beetje dat roze weer. Roze pailletjes zijn dat. Dan een klein beetje roze hartjes. En dan doe ik er wat witte flower pearls in. En volgens mij heb ik dan meer dan genoeg. We gaan het eens eventjes proberen. Dus je kan gewoon van alles met elkaar mixen. Beetje schudden. Kijk, want veel meer moet ik er ook niet in doen. Ik doe er nog een klein beetje van die... Dit bewaar ik. Er mogen nog een paar roze hartjes in. Die kan ik er zo nog achter stoppen. En nog een klein beetje van die witte pareltjes. Dat doe ik gewoon zo even vanuit het potje. Kijk, en meer moet er ook niet in, want anders dan ga je ook gewoon helemaal over de tekst heen. Dit is meer dan genoeg. Nou, afplakken en klaar is Kees. Dan kunnen we het shaker materiaal weer lekker opruimen. Je gaat dat bakje aan de kanten. En dan pakken we onze gesso erbij. Dan gaan we het papier eventjes weer voorzien van gesso. Net wat ik al zeg, ik heb dus de randjes al bewerkt met een peperdistresser. Dat had ik van tevoren al wel gedaan. Maar ik moet nog wel dit gedeelte eventjes doen. Nou, die heb ik een beetje ingescheurd. Wat is jouw favoriete shaker materiaal? Nou, eigenlijk alles door elkaar heen. Ik vind die flower pearls trouwens wel ontzettend leuk. En we hebben ook wat glitter. Ja, glasbeads, zeg maar. Dat vind ik ook ontzettend leuk om erop te gebruiken. Nou, dit zijn gewoon wat stukjes hout. En dat gaat hier weer achter.
Ja, ik heb veel te veel shaker materiaal. Ach, weet je. Het is gewoon allemaal te leuk. Nou. Hij zit dus alsnog verstopt. Maar dat zei ik in de live van zaterdag al. Toen was hij er al afgegaan. Het bovenste dopje. Ik moet hem even schoonmaken. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Want ik was nog niet eerder weer in de winkel geweest. Er zit er denk ik net een klein stukje voorin. En dus deze is eventjes een iets dikker speldje erin. Ja, hij begint alweer, geloof ik. Ja, die tips die zijn onderweg. En ja, ik hoop dat ze te zeer binnenkort weer zijn. Maar ja, het komt uit Amerika, dus dat duurt altijd eventjes, hè. Moeten gewoon geduld hebben. Die past daar weer achter. Zo. Nou, je kan nog steeds binnenkomen, Ellie. Ik ben een beetje aan het knutselen. Ik ben begonnen, dus ik weet ook nog absoluut niet wat het precies gaat worden. Dus we gaan het zien. Nou, deze kunnen we hier nu dus ook achter gaan plakken. En dan zorgen dat die tekst netjes in het midden komt. Omdat hier toch weer wat plastic op zit, ga ik het toch maar eventjes met tape vastplakken. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Want niet alle soorten lijm die plakken even goed op tape. Dit papier is van Memory of van Asuko Studio en dan Memory Place. En dan is dit de Dusty Pink. We hebben ook Dusty Blue ervan gehad. Of die hebben we nog steeds. Maar dit is de Dusty Pink. Ja, deze mal van Dutch Doobadoo is ook weer super leuk en heeft ook weer heel veel mogelijkheden. Want morgen heb ik ook nog een live en ik ben nog in dubio of ik misschien morgen alsnog met deze creatie ook live ga. En dat ik hem een ander modelletje er nog van ga maken, want ik heb nog een ideetje. Maar pin me er niet op vast. Want het kan ook best zijn dat ik zoiets heb als ik aan het voorbereiden ben van ik wil er toch een andere mal bij gebruiken. Ik weet überhaupt nog niet eens welk papier ik wil gaan gebruiken morgen. Dus dat zien jullie morgen wel. Oh, wat stom. Zien jullie wat ik doe? Zo kun je dus het shaker gedeelte ook op gaan plakken, maar dat is niet handig. Nou, dat wordt dus even mijn kaartje slopen, want deze moet dus hierachter. Grapje. Leuk geprobeerd, dames. Dat jullie mij niet waarschuwen. Herkansing. Oh, maar wat zonde. Ik kan dit straks zo weer vastplakken. Dat er gaat niks. Er is geen man overboord. Het is prima nog op te lossen. Maar ik had even een andere volgorde moeten doen. Daar was niet over nagedacht. Kletsen en breien gaat gewoon niet tegelijk.
even dat stukje papier daar weg, want anders gaan we dat zien. Kijk, zo zien jullie, ook bij mij gaat er gerust wel eens wat fout. Ja, jullie zitten allemaal... een beetje te suffen. Nou, papier is dus een klein beetje beschadigd, maar dat maakt niks uit, want dat is toch aan de achterkant. Als het goed is, wordt de kaart niet weer uit elkaar getrokken, dus dat komt goed. Daar dan weer op. Zo. En om dat netjes af te werken, gaan we er weer een leuk randje op maken. En die gaan we ook eerst even voorzien van een beetje een gesso. Hiervoor heb ik een malletje van Creative Craft Lab gebruikt. En dat is deze cirkelmal. Dan heb ik die geschulpte gebruikt en die daaronder. En als je die twee tegelijk door je stansmachine doet, dan heb je een perfecte mat voor bij die shakers van Studio Light. Ja, weet je, we zijn niet zo snel voor één gat te vangen. Het zat allemaal nog niet helemaal vast, dus dan, het zat wel vast, maar weet je, de meeste dingen zijn zo nog weer te fixen. Nou, dit is het eerste gedeelte. Dan aan de binnenkant. Nou ja, nu zullen jullie denken van dat gat. Ik had er eerst een dubbele shaker van willen maken. En toen heb ik me toch bedacht dat ik dat niet wilde. En uiteindelijk ga ik nu over dat gat ook nog weer iets anders plakken. Dus dat gat heb ik er voor niks ingeknipt. Want ja, weet je, het is ook wel leuk om er gewoon bijvoorbeeld een transparant doorkijkje van te maken. En dan had je kunnen zeggen van, nou, ik doe er gewoon mica achter in plaats van dat houtstructuurtje wat ik nu gedaan had. Dus dat is ook nog een optie. En deze weer vastplakken. Dus daar gaan we straks de decoratie overheen plakken. Dat is die. En aan deze kant wilde ik dit mooie papiertje gaan plakken. Kijk, die gaat zo komen. Misschien dat ik straks nog wel iets ga stempelen erop. Dat moet ik nog eventjes bekijken. We zijn er nog niet. Er komt ook nog allerlei decoratie op. Stansmalletjes er nog bij. En de prutjes moeten nog allemaal van stal komen, zou ik bijna zeggen. Mooie breiwerk gaan we verstoppen. Was er ook wel leuk bij geweest, maar... het wordt deze keer gewoon echt een lekker romantisch kaartje. Ik denk dat ik in dit geval nu eerst even mijn witte postkaart erbij pak. En dat ik eerst even wat witte spettertjes op de achtergrond ga maken.
Vind ik altijd wel zo leuk staan op die bloemetjes. Ook aan die kant alvast. En genoeg gespetterd. Dan gaan we verder. Oh chips, dat ga je niet mee. Nee, ik heb het wel mee. Nou, Janine wilde natuurlijk een romantische kaart van maken. Deze stansmal is uit de JMA-collectie en die komt uit de Warm & Cozy-collectie. Kijk, die sierlijke mal die ga ik aan de achterkant erachter plakken. En dat ga ik hier gewoon op maat knippen, want hij is net iets groter dan mijn kaart. Ik wil hem wel even netjes recht hebben, dus ik doe er even wat lijm overheen, zodat ik nog iets kan schuiven. Vind ik altijd wel fijn werken. Nou, vind jij dit nou bijvoorbeeld storend bij jouw kaart? Dan kan je ook zeggen van nou, ik doe bijvoorbeeld ook op de achterkant nog een designpapiertje. Maar ja, weet je, designpapier hebben we meer dan genoeg in dat paperpad in zitten. Als we dat allemaal op willen maken. Tenminste, ik krijg de paperpads nooit helemaal leeg. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik hou altijd heel veel over. Hier zit hij niet helemaal netjes vast. Ik wilde aan deze binnenkant een mooie doily of doily een cirkel plakken, ook uit de JMA collectie, en dit is een Essentials cirkelmal. Die gaat daarop komen en dan komt daarop deze. En dan kijk ik even of ik hier nog een tekst op ga doen. Of dat ik die kleine cirkel erop ga plakken. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Of misschien zo'n journaling card. Ik weet wel dat deze hierop gaat komen. Dat is één ding wat zeker is. Dus die gaan we vastplakken. Even kijken. Zo hebben we de tekst recht. Die komt zo. Plakken nog even niet helemaal vast, omdat ik nog niet exact weet of ik deze hier nog wil. Oh, wacht. Ik kan hem ook misschien iets schuinder op gaan plakken. Dat laat ik nog heel eventjes liggen. Want daar had ik dan eventueel deze in bedacht. Dan kun je daar natuurlijk wel een nog iets anders weer op gaan plakken. Want ik heb ook nog van die tickets. Daar gaan we nog eventjes over brainstormen. Want ik had ook nog vlindertjes. Even de gaatjes eruit prikken. Hier zitten ook nog die gaatjes in. Laat ik weer mijn lijmflesje leeg staan, losstaan. Stom, hè?
Ja, goed. Ik zal dat nooit leren. Ik vind dat gewoon te veel werk om elke keer die lijn weer dicht te doen. Kijk, dan kunnen we ook die vlinder zo in het midden gaan doen. En dat we dan onder die vlinder een leuke tekstbanner gaan doen. Dat is denk ik wel leuk. We gaan even kijken of ik dan... Hier wilde ik eigenlijk ook niet te veel doen. Ik vind deze kant gewoon zo mooi dat ik denk van... Daar moet gewoon niet te veel op. Zeg ik dat? Ja. Ik heb ook nog... Dit is misschien wel leuk. Dan moet ik het eventjes weer uit een andere kleur uitstansen. Dit had ik nog klaar liggen. Maar ik denk dat dit motiefje ook wel leuk is. Alhoewel, dat groene kleurtje vind ik ook niet verkeerd erbij. Ik moet even kijken of ik nog meer van dat... papier bij me, hè? Oh, nee, Janine, je bent niet klaar met die ene kant. Ik had namelijk, dat was mijn bedoeling, ik wil hier dit houtstructuurtje gaan maken. Dan moet ik even meten. Die moet 13,5 zijn. Even kijken. 13,5. Die gaan we afsnijden. Even met de peperdistresser. Even weer gesso eroverheen. Dat weet ik zeker dat ik die zo op wilde plakken. Dus dat gaan we doen. Vast is vast, zeggen ze. En daar overheen komt uiteraard, ik zou hem wel smaller maken. Ik weet niet wat jij smaller zou maken. Ik lees het straks vanzelf wel. Kijk, die kan weer leuk ter decoratie daarbij. Ik vind dat kleurtje uiteindelijk toch wel leuk. Dus die gaan we er wel bij plakken. Nou, dat restantje lag er dus nog. Dus zo zie je maar, je moet ook de restantjes niet weggooien. Mogen wel 3 postzegels op? Nou, ik weet niet. Ja, dat denk ik wel straks. Want er komt namelijk op de voorkant ook nog bloemetjes op. Dus ja, het is wel zonde dat erop. Ja, de een houdt er wel van, de ander niet. Smaken verschillen. En ik maak de kaart gewoon zoals ik... Ja, er blij van wordt, zeg maar. Dus ja. Ik wilde gewoon echt een beetje een vintage-achtige kaart weer van maken. Daar komt overheen ook nog weer een klein randje met bloemetjes. En die gaan we weer met lijm vastmaken. Ja, een beetje anders kunnen we
altijd de creaties nog bezorgen bij de mensen. Gelijk een bakje koffie drinken vinden ze vast ook wel gezellig. Dit laten we eventjes drogen. Ik hou het eventjes vast zodat de lijm even de tijd heeft om die bloemetjes erop te plakken. Er komen wellicht nog een paar plakpareltjes in. Ik ga dit toch wel op deze manier opplakken. Dus ik ga deze en die voorzien van wat gesso. Dan komt die hier in het midden. Zullen we maar gewoon vast gaan plakken, niet langer over nadenken. Zo. Zo. Ja, dat bloemenrandje is toch super leuk. Nou, deze gaat weer met twee laagjes op elkaar. Ik vind dat wel leuk als het vlindertje toch een beetje omhoog kan vliegen. Dat hij, ja, een beetje contrast. Kijk, en dan kan daar nog weer een leuk tekststikketje straks. Het gaat al helemaal leuk worden. Even kijken. Maar, ja, ik ga altijd van de hak op de tak. Ik ga nu eerst weer even een gedeelte aan de voorkant doen. Die ronde mal, dat is een mal uit de JMA-collectie. En die heb ik al wel gelinkt bij de producten. Dus daar kan je hem wel terugvinden. Ik wil namelijk nu eerst even de decoratie op de voorkant gaan doen. En ik zie dat ik ook qua tijd even een beetje door moet gaan werken. En dan doe ik de laatste finishing touch van de binnenkant, doe ik later wel. Daar wil ik nog een paar kleine embellishments bij gaan zoeken. Maar die heb ik hier ook niet allemaal bij de hand. Ik heb nog hele leuke takjes uitgestanst. En deze keer zijn eigenlijk bijna alle stansjes uit de JMA-collecties. En wil je de stansjes weten welke ik heb gebruikt, dan moet je dus eventjes in de webwinkel kijken onder de link die ik erbij geplakt heb. Nou, deze bloemetjes gaan we in het roze erbovenop plakken. En dan kunnen we later kunnen we hier nog weer witte besjes op gaan maken. Of witte besjes, witte pareltjes. En dat is misschien wel leuk. Ik moet twee van die takjes hebben als het goed is. Hier heb ik nog een roze. Gewoon met een klein drupje lijm er weer op plakken. Even zorgen dat het netjes rechterop zit. Dat is dan wel weer het mooiste. Nou, ik zie wel dat ik had in eerste instantie bedacht van, oh, misschien kan ik wel twee creaties doen. Nou, jullie zien wel weer, ik heb dus weer een veel te uitgebreid project bedacht voor twee creaties. Ik krijg er eentje nog niet eens af.
Maar dat geeft niet. Dan maak ik hem gewoon na die tijd nog af. Ik heb nog een kwartier, dus... wat dat betreft nog geen haast. En als ik heel ietsjes uitloop, maakt ook niet uit. Die komt daar. Dan, oh nee, deze is wel... Ik wilde die mooie roze kant hebben. Nou, ook daar gaat weer gesso op. En die komt bovenaan. Deze erop. Ja, jullie zijn weer met een leuke groep. Gezellig. Dat waardeer ik wel echt dat er echt bij elke live-uitzending zoveel kijkers zijn. Dat is voor ons ook gewoon een stimulans om wel door te gaan met de lives. Ons er lekker voor blijven in te zetten. Ja, weet je, als je natuurlijk een live doet en er kijkt bijna geen mens, dan is het natuurlijk ook zonde. Alhoewel... Dat is niet het belangrijkste. Kijk, weet je, het is ook gewoon leuk om onze inspiratie te delen. Om gewoon bezig te zijn. Jullie kunnen het proces zien. Dit zijn van die leuke tickets van 94 & Market. Die gaan daar onderaan ergens komen. Dan had ik uiteraard ook nog een strik. En dat strik, dat gaat daar dan weer komen. Daar komt nog uiteraard weer een klein beetje sisal onder. Ja, jullie zien wel, het zijn gewoon allemaal een beetje weer die basisdingen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon een beetje een vast ritme in wat jij leuk vindt om te gebruiken voor decoratie op een kaart. Nou, omdat het nu wel heel mooi vast ligt, doe ik het even een keer op deze manier. Dus gewoon een beetje lijn daarop. Drukken we sisal eronder. En dan gaat ons strik erop. En dan gaan we eens even kijken welke bloemetjes erbij komen. Ik had ook nog wat leuk parelsnoer. Dat is gewoon uit mijn eigen voorraad. Maar dat wilde ik er ook nog ergens tussen gaan frummelen. Wacht, daar doe ik eventjes nog eronder. Kijk, dan hangt dat mooi daar onderaan. Oh, kijk, dat wordt toch leuk. Even kijken. Een mooi bloemetje erop. Ik denk dat ik in dit geval gewoon maar één bloem ga doen. Ik vind dit meer dan genoeg. En dan... Frommel ik die tickets daar nog weer bij onder. Even kijken, die gaan dan daar komen. Nou, kijk toch eens. Even kijken, deze spul komt hier. En dan kan ik bij deze swirl misschien wel een klein roosje doen. Want ik heb ook nog kleine bloemetjes. Die is te groot, Janine. Kleine bloemetjes, dat zeg ik wel zo mooi. Maar waar had ik die dan?
denk ik dat ik dit kleurtje. Vind ik toch niet mooi. En even een beetje aan het spieken wat voor klein bloemetje ik hier nou op ga doen. Ik vind het wel leuk om op die swirl dan een klein bloemetje te gaan plakken. Even, heb ik nog iets anders? Nee. Deze kunnen misschien ook wel. Oh, zo kun je echt ermee pielen, hè? Ja goed, tijdverdrijf heet dat. Als ik dan nog één zo'n kleine roze erbij doe, dan is het misschien wel weer erg leuk. Kijk, en dan doen we er een klein beetje gesso nog bij. Ik vind dit wel leuk. Kijk, weet je, als de kleur niet helemaal exact hetzelfde is, maakt helemaal niks uit. Beetje gesso erop. En het ziet er weer, ja, eigenlijk hetzelfde uit. Met gesso kun je heel, ja, vind ik gewoon makkelijk om de kleur een beetje te coveren. Zodat je een zo goed mogelijk kleurcontrast gaat krijgen. Die gaat zo vast. Steek ik daar een beetje achter. Dan kwam dit bloemetje erop. Ja, dit is altijd de puzzelfase dat je, ja, toch ook keuzestress krijgt van, nou, wat ga je erop plakken? Welke kleurtjes? Want weet je, deze lijn kun je ook voornamelijk met blauw gaan maken. Of alleen met roze. Of net wat jij zelf leuk vindt. Ik heb hem deze keer gewoon in een beetje roze gedaan. Kijk, toch is dit wel toch wel hartstikke leuk. En dan denk ik dat ik dit gedeelte ook nog weer uit ga stansen. En hier een klein stukje terug laat komen. En dan een leuk klein vlindertje. Volgens mij heb ik nog een vlindertje om uit te knippen. Even kijken, daar kan wel zo'n... Ja, of ik daar nou een geel of een roze vlindertje bij ga doen. Ik denk toch maar gewoon een geel vlindertje. Die gaan we eens even uitknippen. Nou, ik merk wel dat ik de kaart echt niet afkrijg. Ik heb wel een heel groot gedeelte. Er komt nog een tekst in, aan de binnenkant in ieder geval. En nog wat finishing touch dingetjes. Maar goed, dat komt later. Ik was weer iets te enthousiast. Ik wil blijkbaar gewoon weer een te grote creatie maken vanmiddag. En als je eenmaal bezig bent, dan gaan je radars gewoon draaien. Dan... Nog even dit erbij, nog even dat erbij. Ja, dat is juist het leuke. Dat heet een creatief brein hebben. Ik vind dat vlindertje daar helemaal niet leuk. Ik even kijken. Want ik heb nog wel meer van die postzegeltjes. En ik denk dat ik dat veel leuker vind.
Hier komt één postzegeltje. Kijk, jullie zeiden al, er moeten 3 postzegels op mijn kaart, hè? Dus de postzegels, die zitten er straks alvast op. Dan kunnen ze geen commentaar meer geven dat we die niet geplakt hebben. Die komen daar. Even kijken, dan had ik een hele mooie andere kleur, maar die zie ik hier niet. Die had ik van huis meegenomen. Ach, en zo komen de potjes en de pannetjes weer aan de beurt. Alles wat er weer bijgehaald. Het is toch wat. Janine en de kaarten niet volplakken. Echt, dat gaat gewoon niet. Nou, ik deze... Die heb ik vanuit huis meegenomen. Die ga ik ook hier nog even achtersteken. Deze zegels, zijn die ook te koop bij jullie? Ja, zeker. Die ga ik ook nog eventjes linken. Dan kunnen jullie dat ook bestellen. Die zijn van 94 & Market. Kijk, dat is... Gewoon een heel klein restantje. Maar ach, waarom zouden we dat weggooien, hè? Die gaan we er zo op plakken. En dan kan daar straks een piepklein vlindertje op. Zullen we toch een roze? Ik ga toch een roze even proberen. Ik ben eigenwijs. Deze vlindertjes, exact diezelfde, die zijn er helaas niet meer. We hebben wel allerlei andere soorten vlindertjes. Dus je kunt ze van alles en nog wat erop plakken. Nou, knippen, dat kan iedereen wel. Ja, de ene keer gebruik ik dit schaartje, de andere keer gebruik ik dat schaartje. Ik vind, ja, deze van het Hobbyjournaal, het is een goedkoop schaartje, maar ik knip er al jaren mee. Kijk, dit vind ik leuker. En daar dat vlindertje. Deze plak ik vast. En ik had nog een roze vlindertje. Volgens mij. Er komt gewoon nog een roze op. Want ik wil toch hier nog een vlinder. Ik kan er niks aan doen. Dat jullie mijn geklets nog niet zat zijn. Ja, ik vermaak mij wel. Ik zie ook niet al jullie reacties. Ik doe mijn best om een beetje mee te lezen. Maar vooral als je zo met je snuffen toch veel op, op je werk zit. Dan red je het gewoon niet om alle reacties ook mee te lezen. Zie je dat vlindertje daarbij? Vind ik het toch wel weer leuk. Dat gaan we doen. En dan denk ik dat ik die voorkant maar gewoon zo laat. Dat we daar niks meer aan gaan doen. Nou ja, niks. Ik wil hierop wat
met een parelpen wil ik daar nog wat kleine pareltjes op gaan maken. En misschien dat hier een klein beetje script nog ga stempelen. Nou, dit is dus de voorkant in principe van mijn creatie. Die ga ik zo laten. Ik zie dat ik deze nog even straks wat beter vast moet plakken. Dat kan ik ook zo doen dat ik deze parel gewoon op de ticket vastplak. Dan weet ik zeker dat het geen kant meer op gaat. Kijk, dan zit die vast. Nou, de binnenkant. Ik denk dat ik hier zo'n leuke pennip van Tim Holtz in ga plakken. Kijk, die heeft van die leuke pennips. En dit is bijvoorbeeld de Memories. Kijk, die kunnen we daar dan mooi aandoen. En dan komt er nog een klein roze touwtje hier in het midden. Dus dan wil ik een klein strikje daarop gaan maken. Dat is de bedoeling bij deze. En dan komt hier denk ik nog een tekstbanner. Nou, dan ga ik plakpareltjes doen in die rondjes. Nou, voor de plakpareltjes ga ik dan even wat JMA plakparels gebruiken natuurlijk. En dat gaat dit setje worden van de... Hoe heet die? De flower pastels. En aan deze kant weet ik eigenlijk nog niet wat ik doe. In ieder geval die postzegeltjes nog even, want er moesten 3 postzegels op, zeiden jullie. En ik denk dat ik daar dan ook een paar kleine vlindertjes op de bloemen laat, op de bloemen nog zet. En dat ik hem verder ook gewoon zo laat. Dus dat is dan eigenlijk de creatie van vandaag. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het eindresultaat zien jullie hopelijk morgen. En anders zeer binnenkort. In ieder geval voor nu allemaal heel hartelijk bedankt weer voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!